Zo. Hey guys, vanmiddag heb ik eindelijk mijn quad weer opgehaald. Hij staat hier achter me. Yeah. Hij doet het weer, eindelijk. En ik moest even uittesten, want eerst wou hij niet harder dan 50. Terwijl hij daarvoor wel veel harder wou. Maar ja, dat is best wel irritant. Omdat je op sommige plekken moet je gewoon aan de snelheid houden. Dus dan moet je harder kunnen. Minimaal 60. Dus ja. Dus ik moest dat even uittesten. Dus ik heb dat uitgetest. Even gespeeld met de stroke. En nu doet hij het weer goed. En nu zit ik even stil bij het water. En het is weer zo mooi. En aan de ene kant wil ik echt op het water springen. Want het is zo warm. Kijken. Zo mooi. Een mooi grachtje. Waar vroeger ook boten varen. En het is een soort sluis geweest en zo. En ja, met het festival straks gaan er ook echt wel mensen zwemmen. Ik als klein kind vroeger heb helemaal aan de andere kant van het water gezwommen. Bij het gemaal zelf. Maar daar zwemmen kreeften. En toen hoorde ik keer was een meisje, was helemaal in paniek geraakt. En ja, dat ging niet helemaal goed. Dus sinds toen heb ik daar nooit meer gezwommen. En nu ben ik een beetje zo van, ja, ik ben er ook, ja, weet je, het zijn hoge kanten. Dus ik weet ook niet of ik er zomaar weer uitkom. Dus ja. Maar aan de ene kant denk ik van, je kan daar aan dat ijzeren balkding, kan je zo een touwladder aanbinden. En dan kan je er zo uitklimmen. En je hebt hier, in dat gat heb je een soort afgrond waar je er ook zo uit kan. Maar ja, we zullen wel zien. Ik zit nu lekker in de wind, te relaxen. Te genieten van de kant. Ik zit gewoon op de grond. Goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker geworden. En Simo die ligt heerlijk bij mij. Dat lieve schatje. En ja, ik ga er zo uit om ontbijt te maken. Maar eigenlijk wil ik er nog niet uit, omdat hij zo lekker ligt. Zo schattig. Maar goed, ik ga vandaag mijn kamer een beetje opruimen. En ik ga even draaien. En ja, verder even kijken wat ik moet doen. En mijn jurken komen vandaag binnen. Dus daar ben ik wel benieuwd bij. Dus tot zo. Zo. Ben ik weer. Ik heb me even aangekleed en ik heb even een ontbijtje gemaakt. Gewoon yoghurt met cornflakes. Dat vind ik gewoon lekker en is lekker makkelijk te maken. En ja, meestal ik eet dat dan op bed, want ik kan alleen op bed tv kijken. En ik kan hem niet draaien. Ja, ik kan hem wel draaien, maar dan moet het hele scherm weghalen. En ja, dan schijnt de zon erin en dan moet ik de zonnescherm dicht doen. En het is niet veel moeite om gewoon nog even naar een aflevering te kijken op bed. En dan de dag te beginnen. Dus ja, ik ontbijt op bed en daarna ga ik mijn dag beginnen. Dus dan ga ik opruimen, schoonmaken. En de dingen doen die ik moet doen. Dus. In de auto wachten tot mijn vader klaar is. Ik ben vanochtend bij het nieuwe ziekenhuis geweest. Het was allemaal goed. En ik kan gewoon doorgaan zoals het nu is. Met de medicatie, dus dat is mooi. En ja. Aan de ene kant is het mooi, ziekenhuis, maar waar je moet wachten is wel een beetje flut. Er is geen drinken,
Er is geen boekje of wat dan ook. Nou, dan heb ik mijn telefoon, maar alsnog. Je hebt helemaal niks om te kijken of wat dan ook. Dus dat wil ik even vertellen. En dan gaan we zo naar huis en dan krijg ik vanavond mijn jurken. Yay. Voor dinsdag de diplomering. Ik kan echt niet wachten. Dus dat wil ik even vertellen. Duurt lang. Zo, ben weer thuis. En mijn kindje wil me even gedag zeggen. Dus. Tim, kom. Kom maar. Twee. Hi. Hallo. 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 Hi. Hi. How are you? Are you so blij? Oh, ben je zo blij? Kijk eens wie daar komt. Oh, is dat baasje? Baasje komt net binnen, dus ja. Hij is zo lief. Wat een schatje is het toch? Zo, het is nu maar bijna 9:40 en ik lig klaar voor op bed te gaan. Ik heb mijn andere bril gepakt, want ik ben een andere bril vergeten in een andere kamer. En ik wil niet door de gang lopen meer, want iedereen slaapt al, of ligt al in bed en dan horen ze me weer en blablabla. En Timo ligt al lekker bij mij, klaar om op te gaan slapen. En ja, nu komt het mooiste. Ik ga zo mijn pillen nemen. En dat zit in een potje. En dat vindt Timo zo leuk. Dus ja, kijk maar. Moet ik even kijken hoe ik dit ga doen. Kijk, oh mijn god. Ik pak het potje. En het potje ligt hier. Is dat het potje? Alsjeblieft. Iedereen slaapt. Moet stil zijn. Ga je met me spelen. Oké? Liefje toch. Ik denk dat hij dat geluid gewoon zo leuk vindt of zo. Ik weet het niet. Hij is zo lief, schatje. En heb je het zo warm? Heb je het zo warm? Nou goed, ik zal mijn medicijnen nemen. Dan ga ik nog even tv kijken. En dan ga ik slapen. Dus ik zeg alvast bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!